Ik sta vanmiddag in de omgeving van de Roerijp. Het is hier nog uitwaaien, de zon erbij, dat is prima. Achter mij de buien boven het wat. En dat betekent dat de kustgebieden momenteel het meest gevoelig zijn voor de buien. Geldt ook voor vanavond en vannacht. Laat ik maar beginnen met het weer voor vanavond en vannacht. Buien, kans op onweer, hagel, kans op windstoten, soms flink wat regen, geldt met name voor de kustgebieden en het waddengebied. Elders meest droog en de temperaturen vannacht 5 tot 8 graden. De wind uit zuidelijke richtingen en die is matig, die neemt af tot zwak of matig. Eerst nog sterker hoor. Op naar morgen wordt een dag met bewolking, veel bewolking, wat regen, wat lichte regen. Maar het droge weer heeft de overhand en dat is positief. Temperaturen 11 of 12 graden, passend bij de tijd van het jaar. En de wind die komt morgen uit het zuidelijke richtingen en die is matig of zwak. En dus een vrij rustig weertype. In de avond en in de nacht, nou misschien een bui in het kustgebied, maar landinwaarts meest droog met 4 graden. Op naar woensdag. Een dag met een paar buien of buitjes, de zon er ook nog wat bij en de temperaturen 10 of 11 graden. Op woensdag een zuidelijke wind, meest zuidwest, en die is zwak of matig, een rustig weertype. Maar dan komt de nacht naar donderdag toe met temperaturen rond 2 graden landinwaarts. Vorst aan de grond, kans op mist, auto uit te krabben, misschien wel gladheid. Het kan allemaal, het is november. En we gaan ook nog even vooruitkijken naar het beeld van donderdag, vrijdag en zaterdag. Dat zijn 3-tal dagen op een rij met een temperatuur rond 10 of 11 graden. Een paar buien of buitjes, vooral op donderdag, op vrijdag en zaterdag meer droog weer. Ja, en de zon is erop soms wel eens even bij, maar de bewolking is er ook nog altijd. Een wat herfstachtig weerbeeld en natuurlijk tijd voor de jas. Wat mij betreft, tot morgen.